Kom maakt bij jouw kaartlegging persoon van betekenis voor jou. Nu, vooraleer dat we daar naar gaan kijken, wil ik toch even de andere social media kanalen even vermelden. Zoals de Instagram pagina. En op de Instagram pagina kan je elke dag jouw dagkaart kiezen. En dan vind je er telkens een korte omschrijving bij. En op de Facebook pagina, daar stel ik jou elke dag een vraag. En het fijne daaraan is, jij bent de enige die daar het juiste antwoord op weet. Dus je kan enkel en alleen maar een juist antwoord geven. En dan kan je eventueel een reactie daar achter laten. Net als hieronder, onder het filmpje, mag je ook eventueel een reactie achterlaten. En eventueel ook op duimpje omhoog klikken. Nu gaan we er 3 persoonskaarten bij nemen. En een persoon die voor jou belangrijk zou kunnen zijn in de komende periode, zou een stier kunnen zijn. Dat zou een maagd kunnen zijn, dat ben je zelf eventueel. Ofwel een steenbok. En dan gaan we er 3 tarotkaarten bij nemen. Om een idee te krijgen van ja, bij welke situatie deze personen eventueel betrokken zouden kunnen zijn. Nu, ik ga die hieronder leggen. Maar dat wil niet zeggen dat stier rechtstreeks met die situatie betrokken is. Dat zou eventueel kunnen zijn. Maar bekijk het even naar gelang het past in jouw situatie. En voor jou is dat de kaart van de matigheid, de kaart van de kracht en de kaart van de zon. Allemaal grote arcana kaarten. De kaart van de matigheid die vraagt aan jou om te kijken of dat al het nodige ook nog in evenwicht is. Dat je niet te veel je focus legt op bijvoorbeeld de inspanning en te weinig op de ontspanning. Of net omgekeerd, dat is ook nog een mogelijkheid. Eventueel ook, is er iets waar dat jij water bij de wijn moet doen in een bepaalde situatie om daar een uitweg uit te zien. En ja, zorg ervoor dat het evenwicht er is. En dan door dat evenwicht vast te stellen dat dat er is, want dat is perfect mogelijk, dat bij jou alles in evenwicht is. En dan ga je de weg op richting de zon. En dan ga je zeker succesvolle tijden tegemoet gaan. Moet je vaststellen dat het toch niet zo goed in evenwicht is. Herstel dat dan. Zorg ervoor dat je daar dan terug een evenwicht vindt. En dan hebben we de kaart van de kracht. En jij mag echt in jouw kracht gaan staan. Ik denk, ja, in je kracht gaan staan en ook er vertrouwen in hebben dat wat dat jij gaat doen, dat jij dat ook heel goed gaat doen. Dat zou eventueel ook iets kunnen zijn wat voor jou echt wel een uitdaging is of iets wat je nog nooit gedaan hebt. Maar als je hier kijkt, die vrouw, die durft het aan om de leeuw 1 aan te raken en 2 zelfs in zijn bek te kijken. Dus deze vrouw die overwint haar angsten en daardoor komt ze in de kracht te staan. Dat is wat er doorgaans ook in de levenslessen wordt gezegd. Voorbij de angst ligt jouw kracht. Dus sowieso heb er vertrouwen in dat wat dat jij moet doen. Dat je daar zeker in gaat slagen. En dan hebben we de kaart van de zon. Dat betekent dat een hele succesvolle periode er voor jou aankomt. Waarbij jij kan genieten van alle facetten van het leven. Je mag heel hoopvol zijn ook. Ja, en ook naar het kind, hè. Het plezierige, het fijne van het leven. Ja, dat zien, daarvan genieten. Dat volop in jou opnemen. Ja, en dat ook delen met andere mensen ook, hè, die warmte die je daardoor gaat uitstralen naar andere mensen toe. En dan gaan we er ook nog een advieskaart bij nemen van de engelen. En dat is de tekst Wonder. Onze vleugels van licht omgeven jou en de mensen van wie je houdt. Deze huidige situatie wordt gestuurd door een hogere macht. De krachten van liefde zijn aan het werk en alles zal goed komen. En ik denk dat, ja, als je die drie kaarten ziet, dat zijn eigenlijk drie heel positieve kaarten, hè? Dus ik denk inderdaad dat jij je aan een wonder mag verwachten, waar dat eventueel een stier, een maagd of een steenbok bij betrokken is, of meerdere, of een combinatie daarvan. En ja, ik denk dat jij gewoon mag uitkijken naar het positieve, hè? Naar het goede, naar het hoopvolle. Dus absoluut zeker en vast in jouw voordeel. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de persoon van betekenis voor jou. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.